Ja, ik ben in Luttenberg bij de supermarkt. Er zijn er niet zo heel veel van in dit dorp. Sterker nog, er is er gewoon maar één. En ja, ze moeten alles weer bijvullen. De personeel is druk bezig om de voorraad weer aan te vullen. Want afgelopen week zijn er hier maar liefst 800 producten voor de voedselbank ingezameld. Dus de supermarkteigenaar heeft dat ook heel slim gedaan, want in de supermarkt zelf heel mooi opgesteld, alle artikelen die nodig zijn. Dus dat is vlak voor de kassa of als je binnenkomt, even wat in je karretje gooien en afrekenen. Richard, dat is een goed idee volgens mij. Dat is zeker een goed idee. Mensen kunnen het ook erg waarderen dat ze hier binnenkomen en ontdekte producten in een karretje kunnen doen. Ja, het is gewoon heel gemakkelijk. Jij bent Richard, even kijken op mijn telefoon, heb ik het genoteerd. Alfring, eigenaar van de Koop hier. Had je verwacht dat het zo zou gaan? Nee, ik had geen idee. Dit is voor het eerst dat ik hier aan meedoe. En de heren van de voedselbank zijn bij me geweest of ik hier mijn steentje in bij wil dragen. En ik heb uiteraard ja gezegd. En dat gaat boven verwachting. En is de meneer van de voedselbank, Frans Rauwenhof, voorzitter, voedselbank Raalte, want daar valt Luttenberg onder. Zijn die enthousiast? We zijn natuurlijk bijzonder enthousiast. Dit is start zo'n actie op. En je weet dus niet hoe het gaat lopen. Maar wat we nu zien, we hebben nu één weekend gedraaid bij een aantal supermarkten. Ja, het is grandioos wat er op dit moment al binnengehaald is. Gewoon grote klasse. Merk je dan ook verschil tussen een, nou ja, iets groter dorp, stad als Raalte en Luttenberg? Is hier dan toch meer nabuurschap? Hier is meer nabuurschap. Je hoort het, ik ben geen Raaltenaar of Luttenberger zoals het hier heet. Maar dat merk je inderdaad toch wel. Ja. De kleinere gemeenschappen zijn wat dat betreft toch meer samenhangend om te zeggen, jongens, we gaan erachter staan dan de grotere plaatsen. En daar mag ik Raalte toch wel onder rekenen. Maar goed, wij gaan dus komend weekend gaan we het in Raalte proberen. Dus laat ik niet te snel reageren of het daar minder gaat worden of niet. Ja, want het is ook de manier waarop je het doet. Hè? Als je inderdaad als voedselbank vrijwilliger, want Bert, hier staan overal in de winkels van die kaartjes met een mevrouw erop, met een boodschappenlijstje. Als je dat vanaf het begin uitdeelt aan de mensen in die supermarkt, dan maak je ze er ook op attent. Hè? Van, jongens, doe mee. En dan leeft het. Dat is het allerbeste manier. Maar goed, we hebben 75 vrijwilligers op de voedselbank bij ons. Dus we mogen niet klagen. Maar het was ondoenlijk voor ons om zeg maar elke dag hier vrijwilligers te hebben. Maar je merkt heel goed, als ze er niet zijn, is het minder. Kijk, als iedereen binnenkomt, je geeft zo'n flyer mee. Je attendeert ze toch even op de actie. Zijn mensen eerder. Nou, of tenminste, dan worden ze wel even getriggerd op het feit van, hey, wacht eventjes, ik doe mee. En nogmaals, hier staat het natuurlijk prachtig uitgestald. Dus ze lopen langs, ze zien het wel. Maar toch is het dan anders als dat je mensen nog even attendeert van, jongens, doe je mee voor de voedselbank. Het is de derde keer, dat derde jaar dat wij samen voor de voedselbank doen van RTVO's. En dit is toch wel een beetje het jaar van de verdubbelaar. Dus mijn vraag aan Richard, 800 levensmiddelen. Wat doe jij als eigenaar van deze co-op daar bovenop? Zet jij een soort van verdubbelaar in? Wees dat ook een soort van verdubbelaar in? Het staat al achter mij. Al deze kratten gaan allemaal naar de voedselbank. 15 volle kratten doet Richard Alfring erbij van de co-op. Waarom? Waarom? Ja, kijk, wij vinden het sowieso een goede actie en wij hebben ook even gekeken wat er allemaal nog is. En wij hebben ook zoveel mogelijk naar de voedselbank gedaan om ons steentje ook bij te dragen aan deze leuke actie.